En mevrouw Zuiderwijk, wat zijn we nu aan het doen? Wat is er nu allemaal aan de hand? Nou, ik begrijp dat er enige spanning en sensatie is opgetreden. Ja, er was nog een tijd over, dus toen hebben we nog een nieuwe baas hebben ontworpen. Dus zie ik hier vrij snel getekend, maar ook erg snel. En dat is de Ja. Yeah. Yeah. En dat is met gele plekken. En hierboven komen zilver en bruine blaadjes. Oh, dat is net prachtig. Net zoals bij de. Ja, ik weet niet hoe die heet, maar bij die rode die we gemaakt hebben. De zwart met rode. De zwart met rode? Ja. Dat is een tropische vlinder. Ja, is een die slechts een wetenschappelijke naam heeft, die veel te moeilijk is om te onthouden. Ja, dat klopt. En als ik het goed begrijp, zijn we nu op dit moment bezig. Zullen we even naar de actie gaan? Ja. Kunt u misschien enige uitleg geven bij wat er op dit moment gebeurt? Nou, Richard die heeft de vorm al redelijk klaar, maar ook de kleurtjes die er al ingemaakt. Ja. En ik denk dat wij weten. Nog een keertje zo meteen gaat keilen en er nog een keilen onder maakt. Ja, dat betekent dat hij glas gaat pakken uit de glashoofd. Aha. En dat en wat doet die ene meneer daar? Dat is de stagiaire die blaast. Die blaast? Ja, okay. Dat mij en dat die vrouw die geeft alles aan de materie klaar. Dat is zijn assistent. Dat is mooi. Ja, en de jongen is natuurlijk ook zijn assistent. Ja, ik zie het. Nu enig overleg plaats tussen de glasblazer en de ontwerpster. Even kijken of ze het goed genoeg vindt. Ja. En? Nu even is het gecontroleerd. Is die, en het lijkt me erg mooi. Approved. Hij is zover goed. Hier wordt hij zo meteen overgepakt. Dat is ook een heel spannend moment. En dan wordt de opening gemaakt. Kijk eens aan. En dat overpakken, dat gaat straks gebeuren. Dat gaat zo meteen gebeuren. Dan proberen we daar even bij te blijven als de redactie ons dat toestaat. Ik denk dat daar komt. Kijk eens aan, dat denk ik ook. En we moeten even in de ogen. Dan houden we de boel even in de gaten. Ja. We blijven er even bij. Ik hoor net van de redactie dat we 5 minuten extra krijgen. Ja, dat is heel mooi. Kijk, daar gaat het beginnen waarschijnlijk. Zet zij er een stukje glas tegenaan. Ja. En die pakt het dan ook. En die... Kijk, dat in kunnen zoomen. Ja. Dat gebeurt nog even niet. Ja, dat schijnt. Ja, nu gaat het gebeuren. We gaan. Zet hem daar tegenaan. En dan zo meteen doet hij nog eventjes het meestal... Even met de vlam, ik weet niet of die aan is, En dan wordt het, dan smelt het nog wat meer aan elkaar vast. Ah, Snap je? En dan knijpt hij daar met die knijptang en dan legt hij hem op de rand en dan geeft hij een klap en dan is hij er af. En dan is hij op de andere pijp en dan gaan ze gauw naar de opwarm over. En dan draait hij straks om en dan wordt de house gemaakt. Dat klinkt behoorlijk spectaculair. Ja, dat is het. Dan gaan we maar weer even gauw terug. Het is een heel spannend moment. Dan gebeurt het wel eens dat het fout gaat en de hele vaas aan in spe aan gruzelementen gaat. Daar is geen antwoord op. Oh. Dat is... is dat een... Oh, kijk. Zie je, ik dacht, ik zeg niks, want ik zou zien, ik zeg nooit. En dan gaat het fout. Maar het ging gelukkig goed. Het gaat helemaal. Maar ze is natuurlijk erg moe, deze jonge vrouw. Dat geloof ik. Ze is de hele dag al bezig. Dat geloof ik. Kijk, als ontwerpster, als kunstenaar mag je gewoon gaan zitten. Zit je er een beetje bij? Je geeft aanwijzingen. Je personeel. Precies. Begrijp het.
Goed, we hebben het allemaal gezien en we sluiten deze reportage af voor vandaag. Okay. Dit was uw reporter Jan Zwaneveld van Amsterdam. Okay.